Een heel groot applaus voor Anouk Thiemann. Wauw. Winnares van vorig jaar. Dankjewel, Anouk. Geweldig. We gaan Anouk gelukkig nog terugzien vanavond. Dames en heren, hartelijk welkom hier in de Hilt bij de E-Factor 2016. Alweer de 6e editie. We hebben vanavond weer allerlei deelnemers. Heel veel talent hier in Eemnes. Mijn naam is Bram en dit hier is Timo. Wij zijn de presentatoren. En we hebben vanavond 10 kandidaten. Elk met een uniek talent. En die gaan dat allemaal hier voor jullie om de beurt laten zien. Onder leiding van een deskundige jury die Timo straks gaat voorstellen. Hier vooraan hebben we de Green Room. Dus alle kandidaten die optreden, die nemen daar plaats. En die kunnen de rest van de avond zelf bekijken. De winnaar, die komt er uiteindelijk uit. Want de jury, die kiest na alle optredens 4 of 3 finalisten die hun optreden nog een keer mogen laten zien hier op het podium. En daarna wordt de winnaar gekozen van de E-Factor 2016. En die winnaar die gaat naar huis met een hele rits aan prijzen. Ik noem ze even op. De winnaar krijgt de wisselbeker van Anouk Thiemanns. Een eigen beker van de eerste plaats. Een jack ter waarde van €100. Een optreden bij de Eemnesser Koeientrofee. En een optreden op het nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis 2017. Ja. En ik heb de eer om de jury aan u voor te stellen. Het zijn 3 personen. De voorzitter, dat is niemand minder dan Kim Schimmel. Ik ga erbij halen, dames en heren. Mag ik een heel groot applaus voor Kim Schimmel. Ja, we kennen Kim Schimmel natuurlijk allemaal van de Gooise Muziekschool. En ik heb 1 vraag aan jou, Kim. Waar ga jij vanavond op letten? Ik ga vooral letten op de muziek, op de zang. Er zijn veel zangnummers. En hoe de interacties met het publiek. En wat de beleving is in de nummers. Heel belangrijk dat er beleving in zit. Dus daar ga ik op letten vanavond. Kijk, heel goed antwoord. Ik ga de medejuryleden erbij halen. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Jamie D. van Dansstudio Eemnes. Hier is ze. Ja hoor, daar komt ze aan. Jamie D., jij gaat natuurlijk letten op dans. En waar ga jij nog meer op letten? Naast dans ga ik ook letten op lichaamshouding. En zeker bij zang vind ik dat heel belangrijk. Omdat dan natuurlijk gewoon veel duidelijker is wat je wilt delen met je publiek. Dus dat. Kijk aan, goed antwoord. En jullie worden vergezeld door niemand minder. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor de wethouder van Eemnes, Niels Rood. Daar is die. Ja hoor. Wat een ontvangst. Goedenavond, meneer Rood. Mag ik vragen waar u vanavond op gaat letten? Ja, ik ga hetzelfde doen als wat zij. Ik ben totaal niet muzikaal, dus dat moet ik een beetje overlaten. En verder is het leuk om naar te kijken. Heeft het entertainment? En ik denk dat het niet voor niks de E-factor heet ook. Kijk aan, heel goed. Wat een mooi antwoord. Dames en heren, voor u staat de jury van E-Factor 2016. We gaan het heel officieel doen. U mag naar uw jurytafel lopen achter elkaar. En het gaat op een heel mooi liedje. Dames en heren, geef ze een heel groot applaus. De jury van de E-Factor. Dames en heren, veel plezier! Zo, en dan zijn we aangekomen aan het moment dat het eerste optreden gaat plaatsvinden. En daarvoor ga ik de eerste 2 kandidaten eventjes bij me halen. Dames en heren, alvast een heel groot applaus voor Nora en Florine. Kom erbij, kom erbij. En zoals jullie zien is hier een piano klaargezet. Florine hier die gaat piano spelen. En Nora gaat zingen. En ze gaan jullie vanavond welkom heten met het lied Hello van Adele. Heb je er zin in? Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Jij ook? Oké, dames en heren, heel veel plezier. Geniet ervan. I was wondering if after all this year you liked me to go over everything. They say that I am supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be.
typical of me to talk about myself. I'm sorry, I hope that you will. Did you ever make it out of that town? Nothing ever happened. It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I done. But when I go, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for everything that I've done. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Ooh. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I go, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Ja, dames en heren, een heel groot applaus voor Florine en Nora. Wauw, dames, wat klonk dat prachtig. Pianospel net als het origineel. Heerlijk om naar te luisteren. Maar we zijn natuurlijk benieuwd wat de jury ervan vindt. Dus wij lopen even naar voren. Goed? Naar de jury. En dan ga ik allereerst vragen aan Kim. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het prachtig. Hello is een onwijs moeilijk nummer, mensen. Het is heel erg knap. Het was heel erg zuiver. En de koppeling tussen je borststem, want het begin was natuurlijk heel erg laag en daarna kwam het hoge. Die koppeling tussen je borststem en je kopstem was erg goed. En ook het pianospel. Goed gedaan samen. Dank jullie wel. Mooi commentaar, dank je wel. En Niels, wat vond jij ervan? Ik vond het top. Ik vind het heel knap dat je zo'n nummer niet alleen na kan doen, maar dat je ook... Ik had echt het gevoel dat je wist wat je zong, dat je meende wat je zong. En dat is best belangrijk, hè? Want het is leuk om iemand na te doen, maar je staat zelf te zingen eigenlijk. En datzelfde gold voor het piano spelen. En ik vond de uitspraak, als je 13 bent, dan is dat echt heel knap, denk ik, om zo het Engels te beheersen. Dankjewel. Dames en heren, mag ik nog één keer een heel groot applaus voor Nora en Florine. Dank jullie wel. Jullie mogen weer naar achter gaan. Dankjewel. En Timo die zal de volgende kandidaat voor ons gaan aanmoedigen. Ja, hij doet het. Dames en heren, ik ga een heel speciaal persoon erbij halen. Ze komt van best wel ver weg. Ze komt uit Doetinchem. Ze komt niet uit de buurt. Ze heet Yara. Ze ziet er prachtig uit. Ik ga er gewoon even bij halen. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Yara. Daar komt ze aan. Kijk eens hoe mooi ze eruit ziet. Hey Yara, kan jij vertellen aan al deze mensen wat jij gaat doen? Zingen, Frozen. Wat ga je zingen? Laat het los. Van Frozen. Hey, je hebt nu deze microfoon, want je had vanmiddag een andere microfoon, hè? Wat is daarmee mis mee? Hij deed het niet. Ja, deze klonk mooier. Deze klonk mooier? Ja, dames en heren, want ze had namelijk haar eigen microfoontje meegenomen van thuis. Hoe professioneel ben jij? Hey, ik wens jou heel veel succes. Geniet ervan. Dames en heren, geef er een heel groot applaus. Hier is Yara! Thank you.
sneeuw glans zacht in het malievennacht. Van een woestel geen blijk. Dit lege verlaten land is vanaf nu mijn koninkrijk. Van de storm die in mij woedt, tot nu toe niemand weet. Het doet mij te veel hoe mijn best ook deed. Laat niemand toespreek, niemand aan. Wees gehoorzaam, ga je niets van aan. Voel niets, doe niets, dat iets verraadt. Dat is nu te laat. Laat het los, laat het gaan. Het goed moet om je dat moet. Laat het los, laat het gaan. Sluit de deur. Het is grappig dat wat afstand zo snel meer in zich kwam. Want de vrees die mij steeds voortjoeg, gelijk deel van mij af. Ik ga op zoek naar wie ik ben, verleg de grenzen die ik ken. Geen goed of fout geldt hier voor mij. Ja, dames en heren, een heel groot applaus. Oh, wat was dat geweldig. Wat klonk dat goed. Hoe vond je het zelf gaan? Goed. Heb je ervan genoten? Ja, en waar zitten jouw fans? Zwaai eens even. Laat de fans van Yara eens even horen. Ja, dat zijn er een aantal. Hey, ben je benieuwd wat de jury ervan vindt? Kom, dan gaan we naar voren. Ja, dat is hem. Let op. Ja, jury, ik ben heel benieuwd... Kim Schimmel, wat vond jij hiervan? Ja, ik zit te glimmen op mijn stoel hier. Zo goed was het. Je begon ietsje onzeker. Dat is dus helemaal nergens voor nodig. Bij de modulatie, dus dat was een stukje waar je echt helemaal los ging. Dat was loopzuiver heel erg goed gedaan. Kijk aan, heel goed. En Jamie D, die hiernaast zit van ja. Dansstudio Nes. Wat vond jij ervan? Ja, ik zou zeggen, ga auditie doen voor musical Frozen. Echt waar. Niet alleen je zang, maar ook gewoon de totale bewegingen die je daarin meeneemt. Over het podium, je lichaam, je gezicht, je ogen. Echt, ga zo door. En als ooit die musical komt, dan denk ik dat jij auditie moet gaan doen. Als Elsa. Kijk eens aan, die kan je in je zak steken. Wat goed. Hey, ik zou zeggen, Yara, ga lekker chillen in de green room samen met Nora... En Pauline, kom erbij. Ga lekker chillen in de chillroom. Alsjeblieft. Ga lekker zitten. Die mag je geven aan Hayo hier achter je. Ja, perfect. Kijk eens aan. Ga lekker zitten.
En dames en heren, gaan we verder met de volgende act. Hier is hij, Bram van Gelder. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Dames en heren, we gaan verder naar de volgende act. En dat is wederom een zangact. En dat wel van Liek en Kelly. En ik ga ze gelijk even bijhalen. Dames en heren, een groot applaus voor Liek en Kelly. Zo, goed dat jullie er zijn. Hey dames, en waar zitten jullie fans eigenlijk? Ja, kijk daar achterin. Heel goed, heel goed. Liek en Kelly, 15 en 16 jaar oud. Samen zingen doen ze al 4 jaar lang. En ze hebben meegedaan aan het Junior Songfestival. Jullie zijn gekomen tot de finale audities in 2014. Vorig jaar hebben ze al meegedaan aan de E-Factor. En dit jaar zijn ze er gelukkig weer bij. En jullie gaan zingen Lay Me Down van Sam Smith. Dames en heren, geniet ervan. En een heel groot applaus. Wauw, dames en heren, een heel groot applaus. Dames, ik ben er stil van. Wat was dat prachtig, zeg. Hoe vond je het zelf aan? Ja, wel goed. Ja, ben je tevreden? Het ging wel, maar wel zenuwachtig, maar het ging op zich wel goed. Ja. Dat hoort er natuurlijk bij. We gaan kijken wat de jury ervan vindt. En ben ik wel heel erg benieuwd wat Niels ervan vond. Ja, het stond als een huis volgens mij. Ik denk dat jullie stemmen heel erg op elkaar lijken en ook echt goed bij elkaar passen. Maar ik heb daar zei ik al niet heel veel verstand van.
Ik vond het erg lekker klinken, dat kan ik wel zeggen. In het begin wat zenuwachtig, ook wat statisch. En toen we elkaar naar elkaar toe keerden, toen gebeurde er echt wat. Ook weer terug naar het publiek, dat is natuurlijk ook belangrijk. Dus ik heb genoten. Dankjewel. Dankjewel. En Kim, wat vond jij ervan? Ja, ik vond ook dat jullie zijn natuurlijk onwijs goed op elkaar ingespeeld. Dat kan je horen ook. En ik vind dat stukje toen jullie, dat ritmische stukje waarin jullie allebei een andere soort stem gingen zingen, was heel erg goed. En ik denk dat jullie best mogen proberen om ook wat meerstemmige stukjes te doen. Want ik denk dat jullie dat heel goed kunnen. Misschien in het begin wat lastig, maar ik denk dat, daar echt, dat het daardoor nog sterker wordt dan het al is. Dankjewel, Kim. Ja, ja, geef nog maar één keer een heel groot applaus. Supergoed. Dames, ik zou zeggen, neem plaats in de green room. Ga lekker chillen en kijken naar de rest. En we zijn toe aan de volgende act. Yeah. En ik ben heel benieuwd wat hier gaat gebeuren. Ja, ik ook. En ik weet het. Ja, dames en heren, er gaat nou iets heel speciaals gebeuren. Een hele unieke act. Want deze dames hebben namelijk zelf een liedje geschreven. Ik ga ze er even bij halen. Mag een heel groot applaus, dames en heren, voor Ayinda en Rut. Daar zijn ze. Geef ze een groot applaus. Kijk, eens aan, zeg. Oh, eerst kom jij op. Hey, jij hebt zelf het liedje geschreven. Of hebben jullie samen het liedje geschreven? Vertel eens. Ik, maar zij krijgt de credits ook. Jij hebt het liedje geschreven en je deelt de credits? Ja. Oh, kijk, je zijn echte vriendinnen, hè? Ja. Jullie kennen elkaar al lang? 3 jaar, iets langer. Jullie zingen samen ook? Ja. Kijk eens aan, ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Want er zit ook een soort verhaal in het hele liedje. Vertel eens even wat een klein beetje in het verhaal is, zodat we een klein beetje begrijpen wat de bedoeling is. Het gaat over 2 vriendinnen waarvan er eentje een vriendje krijgt, die dan de ander op een gegeven moment laat vallen. En die andere vriendin die blijft nog wel steeds klaarstaan. Kijk eens aan, dames en heren. Ik zou zeggen, zak lekker onderuit en geniet ervan. Ga lekker op je kruk zitten. Dames en heren, geef ze een heel groot applaus. Ayinda en Rut. Lachte echt niet te geloven. Je bent verliefd op over je oren. Dat is heel leuk, maar moet je nou eens horen. Wat er ook is, je kan altijd bij me komen. Wat er ook is, ga de deuren voor je open. Hé, meid, moet je nou eens even horen. Hij vindt mij ook leuk, bij mijn hart verloren. Hij is te gek, degene voor wie ik ben geboren. Het is muziek, het is al muziek in mijn oren. Geef ze een groot applaus. Een eigen geschreven liedje. Prachtig. Hey dames, ik ben heel benieuwd wat de jury ervan vindt. We gaan even hier staan. En dan gaan we eens even vragen wat de jury ervan vindt. Kom lekker naast me staan. Geef je microfoon af. En dan ga ik eens even vragen aan meneer Rood, meneer de wethouder. Wat vond u ervan? Ja, ik ben onder de indruk. Wie is Ayinda en wie is Rut? Ja, oké. Okay. Dat praat misschien wat makkelijker.
Ik vond dat jij heel goed met de zaal durfde om te gaan en ook het podium gebruikte. Dat was echt leuk. Ik hou van goede verhalen en een heel bijzonder nummer dit, met echt een verhaal, een ander eind dan een begin en ook nog iets in het midden. Dat klinkt heel simpel, maar dat is het niet. Dus ik was daar onder de indruk van en ik vond het heel erg leuk om naar te kijken en te luisteren. Kijk aan, heel goed. En Kim Schimmel, wat vond jij ervan? Ik vond het erg knap dat jullie het zelf hebben geschreven. Het gitaarspel was heel vrolijk. Vrolijke akkoorden. Lekker slagje erbij. Klonk heel erg goed. En de rechtse was Rut, hè? Of voor mij, dus eigenlijk dus links. Dit wordt heel onhandig. Ja. Je mag best wat vrolijker. Je hebt iets fantastisch gemaakt. Daar mag je super trots op zijn. En daar mag je bij lachen en van gaan stralen. Goed? Ja. Absoluut, dankjewel dames en heren. Geef ze nog een heel groot applaus aan Jinda en Rut. Hey dames, ik zou zeggen, ga lekker chillen in de green room. Ga lekker zitten. De kop is eraf voor jullie. Dames en heren, we gaan verder naar de volgende act. Ja, dames en heren, ik mag voor jullie de volgende act aan gaan kondigen. Er zijn hier twee stoelen neergezet op een andere manier dan normaal. Dus ik ben heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Ik ga de artiesten er eventjes bij halen. Dat zijn Vivienne en Suzanne. Kom er even bij. Een applaus. Heel groot applaus. Dankjewel. Heel goed, dames. Vivienne en Suzanne. SV Double noemen jullie jezelf. De dansers. Want jullie passie is dansen. Jullie gaan ook dansen. Vertel eens over de dans. Ja, er zit een verhaal in. We zijn hele goede vriendinnen. En dan zijn we opeens heel breekbaar en dan krijgen we ruzie. En uiteindelijk gaat dat dan wel weer goed. Oké. Okay. Diep. Goed verhaal, goed verhaal. En dat zit in deze dans verwerkt. En ik zal eventjes de stijlen opnoemen, de dansstijlen die hier allemaal in verwerkt zitten. Dat zijn hip-hop, klassiek ballet, jazz, street dance, modern en spietsen. We dansen dat. Ja, jullie dansen dat. Dat zit allemaal in deze dans, hè? Oké, heel goed. Oh, niet? We gaan ze maar modern dansen, maar dat zijn de stijlen die we allemaal doen. Oh. Staat hier iets anders, maar ik vind het geweldig dat jullie dat gaan doen. Gaan jullie maar vast klaar zitten, denk ik. En dan wens ik jullie heel veel succes. Dames en heren, een heel groot applaus. Ooh, yeah.
your hair like that. And in the moment I knew you best. Dames en heren, een heel groot applaus. Dames, ja ja. Laat van jullie horen, dat kan harder. Wauw, wat goed zeg. Hey. Dames, ik zag vanuit de coulissen opperste concentratie. Ging het goed? Ik denk het. Je denkt het. Zullen we dan maar gelijk gaan vragen? Dan gaan we kijken wat de jury ervan vindt. En dan ga ik natuurlijk vragen aan Jamie D. Wat vond je ervan? Ja, wat vond ik ervan? Meiden, ik ken jullie stijl en ik weet hoe jullie dansen. En ik had eigenlijk niets anders verwacht. En toch ben ik heel erg onder de indruk. Fantastisch dat jullie al zo'n stuk van hoog niveau helemaal zelf kunnen maken. Dat is echt knap. En jullie mogen alleen, een kritisch puntje, opletten dat het blijft doorbewegen. Af en toe hebben jullie even zo'n stop. En zorg ervoor dat juist dan die bewegingen, ook al is de stop, dat het nog wel doorvloeit. En niet zo standbeeld, maar dat je nog steeds blijft uitreiken en die energie laat doorstromen. Maar echt, petje af, dames. Dankjewel, dankjewel. Ik ben ook heel benieuwd wat de wethouder van vindt, Niels. Ik denk, als het er makkelijk uitziet, dan weet ik ook wel dat het niet makkelijk is. Maar dan is het heel fijn om naar te kijken. En ik heb eigenlijk geen één keer het moment gehad dat het werken was. Ik denk ook dat jullie daar met flow op het podium stonden. Dat is misschien een modewoord. Maar ik denk dat je gewoon lekker met z'n tweeën ook die dans aan het doen bent. En ik vind het heerlijk om naar te kijken. Absoluut. Dankjewel. Dat is een mooi commentaar, toch? Ja. Zeker weten. Nou, dames, het is jullie verdiend. Gegund. Ga lekker zitten in de green room. Lekker chillen. En dan gaan we door naar de volgende kandidaat. Yeah. Wat komt hier allemaal op het podium? Ja. Dames en heren, we gaan verder met de volgende kandidaat. En ik ben eigenlijk op zich wel blij dat hij niet de truc gaat doen die hij vanmiddag deed. Want dat ging niet helemaal goed, want hij ging namelijk iemand doorzagen. Met zo'n echte decoupeerzaag. En dat was een herrie en weet ik het allemaal. Dus ik ben blij dat hij nu iets anders gaat doen, want het had nogal verkeerd af kunnen lopen. Maar dames en heren, ik ga hem er even bij halen, want het is nogal een bijzonder verhaal. Want hij heet namelijk Vincent en zijn artiestennaam is Pintor. En hij heeft hier vorig jaar met zijn opa opgetreden. Toen gingen zij simultaan goochelen. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Pintor! Ja, daar is hij. Hey Pintor, wat heb jij voorbereid voor ons? Of mag je dat eigenlijk helemaal niet vertellen? Nee, mag ik niet vertellen. Ben je er klaar voor? Ja. Ben je zenuwachtig? Ja. Kijk eens aan, zeg. Hé, zijn opa zit hier op de eerste rij. Doe je het voor je opa? Ja. Zwaai eens even naar je opa. Kijk eens aan. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Pintor.
Ja, dames en heren, een heel groot applaus voor Pinter. Oh, wat zag dat er leuk uit, zeg. Wat heb jij dat cool gedaan? En van wie heb jij dit allemaal geleerd? Van mijn opa. En wat kan jij nog meer? Is jouw opa vroeger een hele grote goochelaar geweest? Ja. En heeft hij veel opgetreden, ook samen met jou? Ja. En waar heb jij nog meer opgetreden? Heb je ergens in Nederland nog in een groot theater gestaan ooit? Hier. Kijk aan. Heel goed, dat is het juiste antwoord. Hey Pinter, zullen we naar de jury gaan? Ik ben heel benieuwd wat zij ervan vinden. Hey, kom hier naast me staan. We gaan dus eventjes vragen wat de jury ervan vindt. En dan ga ik het vragen aan Jamie D. Jamie D, wat vond jij ervan? Ik kon soms mijn ogen gewoon niet geloven. En ik denk dat meerdere mensen hier in de zaal dat wel hadden. Dat we echt even zo zaten te kijken van, hè? Gebeurt dit nou echt voor mijn ogen? Doet hij dat nou echt? En dat ongeloof, daar mag je echt heel trots op zijn. Dat jij dat bij ons zo kan brengen. Dus sta daar ook wat met meer trots, met een groot glimlach op je gezicht. En dan wordt het alleen maar beter. Maar kijk eens aan. Knap gedaan. Kijk eens aan, heel goed. En Kim, wat vond jij ervan? Vincent, ik moet eigenlijk Pinter zeggen, hè? Ja, echt Pinter, hè? Ja, Pinter. Ik word zo blij als ik naar jou kijk, hoe je dat doet. Het is echt fantastisch. Je ziet er prachtig uit. Die hoed erbij, die buiging die je maakt aan het begin. Echt, de performance is perfect. En dat muziekje, dat maakte het echt in het begin echt zo onwijs spannend. We zaten hier echt met z'n drieën zo te kijken. Wat gaat er gebeuren? Heel goed gedaan, man. Kijk eens aan, zeg. Hey Pinter, die kan je in je zak steken. Maar ik wil nog heel even naar opa kijken. Opa, wat vond u ervan? Ik vond dat het heel goed ging. Heel goed ging. Kijk aan, die kan je in je zak steken. Want je deed voor je opa, hè? Kijk aan. Hey Pinter, ga lekker zitten. Abigail, je staat er. Voor het eerst op het podium. Hoe voelt het? Leuk. Ben je zenuwachtig? Ja. En wat ga je precies voor ons doen? Zingen. En welk liedje? You van Day. You van Day. We zijn heel benieuwd. Dames en heren, geef er een warm applaus. De allereerste optreden van Abigail. Thank you.
Wauw. Abigail, wat vond ik dat mooi zeg. Zo breekbaar, zo mooi. Wat vond je zelf ervan? Ik vond het wel goed gaan. Wauw, wat goed zeg. Voor het eerst op het podium, dames en heren. Een applaus, heel groot. Zullen we gaan kijken wat de jury ervan vindt? Ja? Kim, wat vond je ervan? Abigail, dan ben je 12 jaar en je uitspraak is heel goed. Je timing met de muziek was echt ook heel erg goed. En je moet nog zorgen dat je je stem iets meer onder controle krijgt. En door dit soort dingen te doen, wordt het alleen maar beter. Want ik merkte gaandeweg het nummer dat het steeds stabieler werd. Dus blijf vooral heel veel zingen. Want het is echt heel goed. Die timing, die moet je vasthouden. Dat is mijn commentaar. Jamie D, wat vond jij ervan? Ja, je begon, Abigail, en dat toneelbeeld, dat was zo mooi met dat tegenlicht. En dan staat er zo schim. En dan inderdaad heel erg breekbaar. En dat sprak me aan, dat hele kwetsbare. En je bracht het met overtuiging. En ik denk inderdaad, zoals Kim al zei, dat je dit gewoon vaker moet doen. Zodat je zeker van jezelf wordt. En dat het gewoon nog meer body krijgt, zoals ze dat zeggen. En dan, ja, wordt het nog mooier, denk ik. Dankjewel. Je mag lekker gaan zitten in de green room. Dames en heren, nog één keer een heel groot applaus voor Abigail. Woehoe! Wow. Goed, hè? Wat een topper. Ja, dan gaan we verder met de volgende. Ja, dames en heren, ook weer zo'n leuk verhaal. Want ze waren vanmiddag op de generale repetitie hier. En toen heette ze IPS. Dat komt van Isabeau, Puk en Sam. En toen dacht ik, nou, het klinkt nou niet echt heel stoer. Laten we het eventjes veranderen. Dus nu moet ik ze er eventjes bij halen. Met de naam, dames en heren, hier zijn de Black Dancers. Ja, ja. Hey, ik wil even wat vragen. Kom eens even naar voren. Want stel je nou eens even voor, hè. Beeld je nou eens even in dat jullie straks die 100 euro winnen. Stel je voor, hè. Je gaat met een grote beker naar huis en een cheque van 100 euro. Wat gaan jullie dan met dat geld doen? Hebben jullie daar over nagedacht? Nee? Nee, gewoon eerst optreden en dan kijken of je wint, toch? Dames en heren, geef ze een heel groot applaus, de Black Dancers! Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be. When we were younger and free, I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old,
It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning. Wauw, wat was dat gaaf zeg. Oh dames, wat ging dat goed. Hey, hebben jullie deze dans al helemaal zelf gemaakt? Ja. Is... Nee, eigenlijk niet. Nou, ik heb een dansje zeg maar geleerd. Een keer en toen dacht ik al, leuk om te doen. Kijk, en het pakt goed uit. Hey, ik ben benieuwd wat de jury ervan vindt. Kom, we stappen naar voren. Dan gaan we eens even vragen wat de jury ervan vindt. En dan ga ik eerst vragen aan meneer Rood. Wat vond u ervan? Ja, heerlijk. Ja. Lekker afwisselend. Niet te lang ergens in blijven hangen. Het zag er ook soepel uit. En van die acrobatische dingen. Leuk om naar te kijken, absoluut. Ja. Kijk aan, goed commentaar. Jamie D, danseres natuurlijk. Zeker, zeker. Wat vond jij ervan? Vertel. Ja, ik heb ervan genoten inderdaad. Wat een verrassing opeens. Ik dacht, oh, daar is Adele weer. En het hele lyrisch. En toen opeens, bam, kwam daar Sam binnen stappen. Van, hallo, ik ben er ook nog. En dan zo die mix, dat trekt mij wel aan. En dames, jullie hadden hele mooie timing. Goed op elkaar ingespeeld. En dan weer een duetje. En dan weer iets met z'n drieën. En dan weer iemand alleen. Maar jullie mogen wel wat zekerder van jullie zelf zijn. Af en toe zag ik zo van die spiekende ogen van, gaat het wel goed? En of ben ik wel gelijk met de ander? Vertrouw jezelf dat het gewoon goed gaat. Dat is voor een volgende keer. Kijk, goede tip. Heel goed, bedankt. Hey dames, ik zou zeggen, ga lekker chillen. De stoelen zijn bezet, maar je kan lekker chillen op de matten. Lekker in de green room. Ga lekker zitten, dames en heren. Geef ze nog een heel groot applaus. The Black Dancers. Yeah. Oh. We gaan naar de volgende. Ja, ja. Ja, daar ben ik weer. En ik mag de één na laatste kandidaat alweer gaan aankondigen. De volgende kandidaat is een jonge heer van 15 jaar. Hij heet Angus. Hij heeft ervaring met dans en is heel erg gemotiveerd. Zijn optreden is een twerk. Ja, met streetdance. Heel bijzonder. En deze is bedacht door Manon de Kruijf. Die zit ook ergens in de zaal hier vanavond. Tot op heden is zijn passie voor dansen heeft hij altijd voor zichzelf gehouden. En hij gaat het vanavond voor het eerst aan het publiek laten zien. Dames en heren, ik wil graag een heel groot applaus voor Angus. You wanna
You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. You want a Lamborghini? Sip martinis. Look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy? Live in a big mansion? Party in France? You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Wauw, ja, dames en heren, een groot applaus voor Angus! Wauw, Angus, het is eruit. Wat vond je nou? Hoe voelt het nou dat je het gedaan hebt? Nou, heel fijn. Ja? Goed zo, wauw. Zullen we maar gelijk vragen wat de jury ervan vond? Ja. Ja. De jury. Jamie D, wat vond je ervan? Nou, Angus, gedurfd. Heel erg gedurfd. Mensen die dachten, wat is dit? Maar ik moet wel even zeggen, twerken is moeilijker dan je denkt, geloof me. Dus credits daarvoor. Je passie is er en blijf hem zeker tonen. Want ik vind het als danser zijnde ook heel erg belangrijk dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn. Ik wil je een tip geven. Ga workshops voguing en wacking eens opzoeken. Dat is echt iets voor jou, denk ik. Als je denkt, wat is dat? Kom dan zo even in de pauze. Zoek me op. Schrijf het voor je op een papiertje. En ik denk dat je dan wel nog een stel erbij kan voegen. Waarmee je de volgende keer de show nog beter kan neerzetten. Dank je wel. Dank je wel. Kim, wat vond jij ervan? Ja, heerlijke ritmische muziek ook. Ik vond het ook erg gedurfd. En ik vond die groene handen achter op jouw bielen, vond ik ook echt, dat maakte het soort van af. Dat was echt, echt leuk. Ja, en we hebben nog gelachen ook. Dus heel fijn. Dankjewel. Dankjewel, dat is een mooi commentaar, Angus. Je mag met je groene handen in de green room gaan zitten. En dan kun je nog even genieten van het laatste optreden. Dames en heren, een groot applaus voor Angus. Ja, luister, en dan gaan we gelijk verder. Met de laatste. Met de laatste. Ja, dames en heren, dat is ook weer heel bijzonder. Want wie van u, steek even de vinger in de lucht, wie kent O'Jean? Kijk, dat zijn er een aantal. Ze komen niet, maar ze zijn er enigszins wel een beetje. Want O'Jean, dat zijn drie zangeressen, waarvan er één een tweeling is en de ander een grote zus. En dat is hier eigenlijk ook het geval. Een tweeling met een grote zus. En ze gaan een heel mooi liedje zingen van O'Jean. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Mia, Anna en Emma. Daar zijn ze. Wauw, en wat zien ze er mooi uit. Hey dames, ga lekker zitten. Ik ga niet te veel zeggen. Jullie krijgen mijn microfoon. En even voor de zaal. Doodse stilte. Ook hier aan de zijkant. Zachtjes, heel stil. Want dit wordt heel bijzonder. Ik ga mijn microfoon hier even afgeven. Succes, hè? Applaus. Never saw her face, but a face.
Oh, dames en heren, ik word hier zo vrolijk van, hè? Als jullie hier zo met z'n drietjes zo staan te zingen en te glimmen. Dames en heren, vond u het leuk? Ja! Ja, geweldig! Hey, ik ben heel benieuwd wat de jury ervan vindt. Dus we gaan eventjes hier staan, heel officieel. Kijk, er gaat een liedje aan, kom. Gaan we hier staan. En dan gaan we eens even vragen wat de jury ervan vindt. Kim, brand los. Dit is nou, het geldt voor de hele zaal, denk ik. Dit is wat muziek maken is. En dan ben je drie zussen van elkaar. Dat is toch fantastisch. Dit moeten jullie je hele leven blijven doen. En dat begin van dit nummer, dat is echt heel erg lastig. Want je moet precies op de goede toon inzetten. Je hebt geen begintoon of iets dergelijks. En het was loopzuiver. Ook de eenstemmige stukjes, dus als jullie samen hetzelfde toon zongen, was ook erg goed. En vaak is het zo in zo'n groepje, dat er of eentje een beetje minder is of eentje beter. Dat springt dan uit. Maar jullie zijn alle drie gewoon fantastisch. En ik zou zeggen, papa, mama, ooms of tantes of zo, maak een band erachter en ga de wereld rond. Echt. Een soort Sound of Music eigenlijk. Ja, ja. Lijkt me heel erg leuk. Leuk. Hey, meneer Rood, wat vond u ervan? Ja, dit is presence. Als je zo gaat staan met z'n drieën, blijf lachen, blijf kijken, contact maken. Je ziet helemaal niks, hè. Het is hartstikke donker. Maar ik kreeg het gevoel dat je echt contact had met de zaal. Die zaal die gaat dan terug vibreren en dat is heerlijk om naar te kijken. Dus ik was diep onder de indruk. Absoluut top. Kijk aan, die kan je in je zak steken. Dames, zijn we blij? Ja. Ja? Oh, jullie stralen ook zo van dichtbij. Hey, ga lekker zitten in de chill room. Ga lekker zitten. Geef ze nog één keer een heel groot applaus, dames. En dit waren alle acts. De jury heeft ze allemaal gezien. En we gaan nu, dames en heren, naar iets heel bijzonders. Want we hebben namelijk niemand minder dan, kijk, het wordt al gezegd, Ayoub. Ja, ik ga eigenlijk niks meer zeggen. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus. Een daverend applaus voor niemand minder dan de winnaar van Voice Kids 2014, Ayoub. Daar is hij hoor. Ayoub, het podium is voor jou. Veel succes. Smile from your cheeks, darling.
where we are. When my hands are gone and my memory fades, and the crowd will remember my name. Will my hands don't play the strings the same way? Vanavond is Abigail. Ja. En als laatste, de laatste finalist van vanavond, dat is er niet één, niet twee, maar dat zijn er drie. Mia, Anna en Emma. Wauw, dames, kom naar voren. Dames en heren, een heel groot applaus voor de finalisten van vanavond. Deze dames gaan allemaal straks nog een keer optreden in de volgorde als jullie ook opgetreden hebben vanavond. Kim, ik zou zeggen, ga weer. Ja, heel goed. Ga weer lekker zitten, want de jury die gaat nog één keer kijken naar deze kandidaten. De andere kandidaten, super goed gedaan. Het was heel erg moeilijk, dus niet getreurd. En jullie komen straks allemaal nog eventjes het podium op. Dus blijf lekker zitten en ga ervan genieten van wat zij nog gaan doen. Yeah.
hoe mijn best ook deed. Laat niemand toe, spreek niemand aan. Wees gehoorzaam, maar ga je niets vandaan. Doe niets, doe niets, dat is te laat. Dat is nu te laat. Laat het los, laat het gaan. Het goed om je dat moet. Laat het los, laat het gaan. Sluit de deur. So in love.
In the moment I knew you best. I'm looking at you.
Wauw, geweldig. Dames, ja, geef ze nog maar een heel groot applaus, dames en heren. Eugene natuurlijk en de andere finalisten. Maar we krijgen natuurlijk nu een gastoptreden. Nog eentje van Anouk Tiemans, de winnares van vorig jaar. Want ze heeft nog iets heel speciaals voor jullie. Dames en heren, geef ze een groot applaus. Anouk Tiemans! Prijsuitreiking, maar deze is al van jou. De wisselbeker, hou hem eventjes vast. Heel goed, want dat is hetgeen wat jij straks nog gaat doen. Dat is namelijk jouw wisselbeker geven aan de volgende winnaar of winnares of winnaars. Voordat we gaan naar de uitslag, moeten er nog een aantal mensen voor vanavond bedankt worden. En daarvoor wil ik Linda van de Hilt eventjes het podium opvragen. Goedenavond. Goedenavond. Ik hoop allemaal dat jullie het een leuke avond vonden. Ik wil in ieder geval degene die het allemaal aan elkaar gepraat hebben, hartelijk danken. Dat zijn Bram en Timo van Fix Entertainment. Jullie graag van een bloemetje. Dan wil ik Anouk bedanken voor de mooie dans voor en aan het eind eigenlijk. Hè? Een beetje aan het begin en aan het eind, zeg maar.
En RTV Baren wil bedanken voor de opname. Ik weet alleen niet waar ze zijn. Dan wil ik Desiree bedanken voor de mooie foto's van de hele avond. De heren van Licht en Geluid, Dick Liam, Hayo en dan ben ik even de vierde naam kwijt. Edwin, natuurlijk, had ik zelf kunnen bedenken. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor de jury. Ja hoor, daar zijn ze. Kim, Jamie Dee en meneer Rood. Kim, ik ga jou de microfoon geven, want alleen jij weet wie er gewonnen heeft. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik ga de microfoon even doorgeven aan de... Gaan we nu gelijk echt de winnaar bekendmaken? Doen we het vanaf 3, 2, 1. 3 is mooi. En dan ga ik de microfoon even aan de wet. Ja, want nummer 3 is iemand geworden die vanavond voor het eerst op een podium staat. En dat is toch even apart. En een absoluut heel mooi liedje heeft gezongen. Abigail. Ja, kom maar naar voren. Kijk eens, alsjeblieft voor jou de derde prijs. Jazeker, een applaus. Oké, dan ga ik verder met de tweede prijs. Ja? Dit was een bijzondere act, heel erg origineel. Het heeft ons echt meegezogen in het verhaal wat ze wilden met... Dat ze ons wilden vertellen, wat ze met ons wilden delen. De dames van SV Double. Kom maar naar voren, dames. Ja. Ja, dames, voor jullie de tweede prijs. Alsjeblieft, hou hem in de lucht. Een heel groot applaus. En de dames krijgen ook een mooie medaille. En dat brengt mij op het volgende. Want voordat we... bekend gaan maken wie er gewonnen heeft, wil ik graag alle artiesten van vanavond eventjes het podium op en in een lange rij hier te gaan staan, op een rijtje, want jullie zijn allemaal toppers, jullie hebben allemaal gestaan hier vanavond en een goed optreden neergezet. Dames en heren, heel groot applaus voor alle deelnemers! Maar ja, dan is wel bijna het moment daar dat er bekend gaat worden wie er gewonnen heeft en we hebben ook nog een aanmoedigingsprijs, dus... Ik pak hem er even bij. Daar staan jullie dan. We hebben al 2 winnaars gehad. Nu nog de aanmoedigingsprijs. En dan kunnen we denk ik al redelijk gaan vermoeden wie de winnaar is. Maar de aanmoedigingsprijs gaat naar Angus. Ja! Kijk eens, hou me de lucht. Gefeliciteerd. Heel goed gedaan. Heel goed. Dankjewel, dankjewel. We willen nog even zeggen, Angus, tegen je, waarom we jou de aanmoedigingsprijs hebben gegeven. Want je hebt lef getoond, durf, door dit te doen. Daarnaast heb je gezegd, dans is je passie. En we willen je dus aanmoedigen om daar verder in te gaan. Kijken wat je nog meer kan. En daar je grenzen nog verder in te verleggen. Want je hebt al getoond, je hebt lef. Dus we weten zeker dat misschien over een jaartje, dat je nog iets spectaculairder voor ons neer gaat zetten. Ja, dankjewel. Woe, applaus! En dan is het grote moment daar. Kim, jij weet het. Dames en heren, we gaan aan Kim vragen. Wie wordt de winnaar van de E-Factor 2016? In het commentaar van de jury werd al gezegd wat ze hebben laten zien met z'n drieën. Dat is wat muziek maken is. Gefeliciteerd, meiden. Voor jullie de eerste prijs. Ja, heel groot applaus. De meiden van OG. Gefeliciteerd. Van Anouk krijgen jullie de wisselbeker. De grote wisselbeker. Gelukkig zijn jullie met z'n drieën, want jullie moeten van alles aannemen van mij. Dit is jullie eigen beker. Die mogen jullie houden. De eerste prijs. Hou hem in de lucht, dames en heren. Heel groot applaus. Yeah. Woo!